De winter is ook op komst voor de vluchtelingen in de Noord-Griekse kampen. En daarom organiseert Impact Nomads samen met Doneer Je Deken een inzamelactie. Op verschillende plekken komen containers te staan waarin mensen onder andere winterkleding kunnen stoppen. Ja, wij zijn een initiatief gestart om zoveel mogelijk kleding in te zamelen voor de kampen in Griekenland. Er zijn door heel Nederland ontstaan inzamelpunten. En we willen zoveel mogelijk warme winterkleding voor de vluchtelingen in Griekenland ophalen. Het wordt langzaam kouder in Griekenland, zou het misschien niet denken, maar het kan er harder vriezen dan hier. Het regent ontzettend veel, kampen lopen onder en de meeste vluchtelingen hebben slechts één set kleding, de kleding waarin ze in die bootjes aankwamen. Dus de situatie begint steeds schrijnender te worden. Dus daarom dat wij de handen ineen geslagen hebben en hier wat aan gaan doen. Ik heb mijn baan opgezegd omdat ik iets wezenlijks wilde doen. Ik zag dat die crisis losbarstte, dus ik ben daarheen gereisd en ik heb op Lesbos noodhulp verleend en vervolgens in Noord-Griekenland in de kampen gewerkt. En dat is een ontzettend hartverwarmend werk om te mogen doen. Ze kunnen vanaf vandaag al op de Ganzenheuvel 56 bij Gezellig kleding, vooral schoenen en andere warme winterspullen doneren. De volledige lijst staat op impactnomads.org en op onze Facebook. En door heel Nederland ontstaan inzamellocaties en de lijst daarvan kun je ook online vinden. Hier op de Radboud Universiteit komen er 3, dus in het Huygensgebouw, in het Gymnasium en in het Erasmusgebouw. Verder bij de Klinker in de stad en Gezellig dus op de Ganzenheuvel. Om het transport te financieren zijn we nog op zoek naar sponsors of vriendelijke transportbedrijven. Mensen kunnen dingen inleveren tot 21 november. Daarna gaan wij ze sorteren en begin december rijdt onze vrachtwagen naar Griekenland toe. Waar we zelf de spullen gaan uitdelen om te zorgen dat ze goed terechtkomen. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.